Ik ben niet boos dat ze Diede gevraagd hebben om Hanne te vervangen en niet mij. Ik gun het haar, vertelt Amy Koertens in Dag Allemaal. Ze neemt Studio 100 ook niets kwalijk. Ik ben ze net heel dankbaar, want de wedstrijd heeft deuren voor mij geopend, al dus de zang. Maar Amy is wel helemaal klaar met K3. K3 is voor mij een afgesloten hoofdstuk, klinkt het. En helaas dachten de andere K3, Tjes daar blijkbaar hetzelfde over. Zo vertelt Amy dat ze amper nog contact heeft gehad met Hanne, Martha en Julia. Met Hanne, Martha en Julia is het contact verwaterd, bekent Amy. Buiten af en toe op Instagram horen we elkaar niet meer, al dus zangeres. Na de finale van K2 zoekt K3, liet Amy ook al weten dat ze nooit antwoord kreeg op haar berichtje daags na de finale.